Ik wilde toch wat uitleggen over het, het snoekbaarsvissen in de nacht. In dit geval aan de rivier. Zoals je ziet is het nog niet echt nacht. Het is nog steeds daglicht. We wilden eigenlijk even beginnen om te kijken of we misschien een roofblij kunnen vangen. Maar dat geeft ons even de gelegenheid om even het materiaal door te nemen wat wij gebruiken bij het nachtelijk snoekbaarsvissen. Er wordt heel veel 's nachts gevist op de rivieren, ook wel op snoekbaars, maar ook wel met shads. Maar ik denk dat je jezelf dan tekort doet, want het zal je verbazen hoe dichtbij snoekbaarzen kunnen komen tot op de kant. En ik praat dan ook echt letterlijk over op de kant, want een gebied van halve meter tot een meter diepte misschien. En daar heb je wel wat aangepast materiaal voor nodig. En daar wil ik eigenlijk gewoon toch even doorheen laten gaan, want het is een hele succesvolle manier van snoekbaarsvissen. Als we even beginnen bij de hengel. In het algemeen gebruik ik een vrij simpele spinhengel. Daar hoef je echt niet heel moeilijk over te doen. Dit is helemaal geen chique spinhengel waarmee je echt specifiek shads vist of iets dergelijks. Dit is gewoon een hele gangbare spinhengel van 2,75 meter met een werpgewicht tot ongeveer 25 gram. Ik denk dat je daarin wel moet gaan kijken. Je zit echt wel met stenen aan de kant. Je moet toch wel over de stenen heen vissen, dus tekort is geen optie. Dus ik zeg 2,70 tot 3 meter is absoluut niet misgegrepen. En een werpgewicht tot ongeveer 30 gram. De pluggen die wij erop gebruiken, want we gaan met de plug vissen op heel ondiep water. Ja, dat zijn meestal pluggen tot zo'n grammetje of 20. En dan krijg je perfect weg op zo'n hengel. Qua molen, ook niet te moeilijk doen. Dit is wel een high-speed modelletje. Dit is een 4000. Hij valt vrij klein. Maar in 3000, 4000 moet je het toch wel vinden. Je hebt toch wel wat grotere spoelcapaciteit nodig. En ja, dit is dan een high speedje uiteraard. Iets sneller als een gangbaar molentje. En dat is, vind ik wel prettig. Want loop je ergens tegen aan, dan kan je toch wel snel corrigeren en je plug eroverheen tikken. Door te draaien. En in dit geval beginnen we ook even op roofblij. Dus dan heb ik wel wat snellere molen nodig. Gevlochten lijn ook niet te moeilijk doen. Dit is 10/100ste. Ik denk meer dan genoeg. Je kan tot 13, 14, 15/100ste gaan, wat je wil. Maar je lijn zal niet zomaar breken op de stenen. Dus het is veel belangrijker om aandacht te schenken aan je onderlijn. In dit geval zit er nog een standaard fluorocarbon onderlijntje op, omdat we op roofblij gaan beginnen. Maar straks in het donker, dan ga je niet zo heel makkelijk meer voorslagen kunnen knopen. Zelfs met je hoofdlampje is dat lastig. In de regel zou ik gewoon eigenlijk kunnen adviseren. Zet dan er een fastest speldje op je hoofdlijn. Dit is een Mustad fastest speldje in de maat 0, de kleinste die er is. En dan kan je heel makkelijk je onderlijn verwisselen in het donker. Mocht er wat gebeuren met je onderlijn, is hij beschadigd. Je hebt een vastloper gehad of een snoek gevangen. En de snoek die heeft je onderlijn beschadigd. Of je wil gewoon een zwaardere onderlijn gebruiken. Dan kan je die gewoon eraf klikken en erop klikken. Niets is makkelijker. Qua onderlijnen, die kan je in principe zelf maken. Dit is een fluorocarbon onderlijntje, die heb ik dan zelf gemaakt. Ook niet moeilijk, dit is 40/100ste. In de regel merk ik toch wel dat 40/100ste eigenlijk voldoende is, zelfs voor een flinke snoek. Je gaat zeker snoek tegenkomen, ook in de nacht. Er staat nergens natuurlijk op dat de snoek niet mag eten in de nacht. Krijgt hij die plug op die ondiepte te zien, dan gaat hij zeker grijpen. Dit is dan een zelfgemaakte variant. Maar je kan ook gewoon een kant-en-klare variant nemen. Dit is een hele gangbaar modelletje van 40 centimeter. Ik neem meestal wel wat langere modellen, omdat je op het ondiepe water zit. Dus je loopt tegen stenen aan. En er zit beschadigen natuurlijk gewoon een hele grote kans bij. Ik had het al over dat we met de plug gingen vissen op snoekbaars. En omdat we zo ondiep vissen, echt over ik praat halve meter, meter diepte. Omdat die snoekbaars in het donker echt helemaal naar de kant komt. Vraagt dat ook wel iets aan de plug. Een plug met een specifieke eigenschap heb je daar wel voor nodig altijd. En ik kijk eigenlijk altijd dan een beetje naar de lange slanke modellen. Met kleine schoepjes. En dit is echt een model die misschien dan als je rustig draait een halve meter diep loopt. En meer heb je ook echt niet nodig. Want die vissen die kunnen hem zelfs echt net onder de oppervlakte of boven de oppervlakte als je ingooit komen halen. Ook voor je voeten. En de kracht zit echt juist in die ondieplopende pluggen. Haaks op de kant, echt op het ondiepe. En dan heel rustig draaien. En dit is dan een variant met geluid. Sommigen zeggen van je moet geen geluid gebruiken, want het schikt vissen af. Ik heb dat eigenlijk nog niet echt gemerkt. Het is de ene keer wel, de andere keer niet.
En ja, qua kleuren, ja, daar wordt ook heel veel over gezegd. Ik denk dat je in het, dat hoor je wel vaker en dat herken ik ook wel uit het zeebaarsvissen. Dat in het donker zou je beter misschien een donkere plug kunnen gebruiken. Dus iets met paars of zwart, omdat het contrast beter in de maanlicht ja, waarneembaar zou zijn voor de vis. Wat een optie is. Maar aan de andere kant, ja, heb ik ook wel succes met andere kleuren pluggen. In dit geval een wat fellere kleur. Dit is een variant van Rapala. Ik kies eigenlijk wel altijd voor drijvende modellen, want omdat je zo ondiep zit en je krijgt een vastloper of er gebeurt iets met je lijn waardoor die breekt, dan komt je plug naar boven. Dit is dan een langzaam zinkende variant. Maar ik denk als je een beetje ervaring hebt met je stekken en je weet wat wel kan, wat niet kan, dan kan je zelfs wel een langzaam zinkende variant als dit inzetten. Ja, je draait toch in één tempo rustig door en merk je dat je stenen gaat raken. Dan kan je misschien beter een andere variant op gaan doen. Maar het werkt zeker wel. Maar als je iets minder ervaren erin bent, zou ik toch kies voor een ondieplopende drijvende model. Een ander plugje wat bijvoorbeeld heel goed werkt is ook van Rapala. Dit is de welbekende X-Rap, wordt ook heel veel gebruikt op het zeebaarsvissen. Heeft een iets groter schoepje, loopt ook wel ietsje dieper. Maar heeft ook wel het voordeel dat je een mooie beweging hebt. Maar valt nog steeds uitstekend rustig te vissen, maar ook snel. Dus werkt overdag prima op roofblij, maar in de nacht prima op snoekbaars op het ondiepe. En bijkomend ding is wit. Eigenlijk altijd werkt mijn ervaring. Of dat nou dag is of licht of donker water of licht water. Wit is echt wel een kleur die eigenlijk altijd werkt. Buiten onze andere spullen om is het belangrijk dat je een hoofdlamp bij hebt. Dit is gewoon een goede hoofdlamp. Bespaar niet op hoofdlampen, neem geen hele goedkope prul. Zorg dat je gewoon iets meer eraan besteedt of neem zelfs een backup mee. In dit geval is het zelfs een type hoofdlamp die je los kan maken als lantaarn, dus als zaklamp gewoon. Je kan wat makkelijker bijschrijven. Schijnen. Je kan hem in je mond stoppen, je kan eventueel dan toch knopen als je moet. Maar ook je terugreis over de uiterwaarden, weet je, richting de auto. Ja, dit werkt gewoon ideaal. Zelfs een backup bij je hebben, dat kan al wel eens helpen natuurlijk, want er kan iets gebeuren met je lamp. Dus zorg gewoon dat je een goede lamp hebt. En tijdens het vissen zetten we de lamp eigenlijk uit, omdat je de vis niet wil spooken op het ondiepe. Dus zet hem eigenlijk zoveel mogelijk uit en doe hem pas aan als je echt in contact bent met vis. Dus dat is heel belangrijk. Ander dingetje waar je misschien dan niet heel erg bij bent staan in het donker, maar dat gaat wel gebeuren omdat je zo ondiep vist. Zorg dat je een kunsthaasreddertje bij je hebt. Dit is dan een wat kleinere variant, een oude variant, zie je niet zo heel veel meer. Maar eigenlijk heel veel kunsthaasredders werken wel. Je vist ondiep, dus heel dicht. Tot onder de voeten. Vaak zie je je plug ook zitten, maar kom je er net niet bij. En dan kan zo'n klein dingetje echt een hulpmiddel zijn. Waardoor je zeg maar toch je plug kan terughalen. En het wordt anders wel een hele dure hobby. Iets over de stekken. Als je dan bijvoorbeeld hier kijkt. Hier zie je bijvoorbeeld een hoek van een krip. En hier zie je ook echt wel rechts langs de stenen rand een bepaalde luw te lopen. Het is wat rustiger als de buitenkant. En dat zijn ook wel de plekken waar we op ons concentreren in de nacht. De vis die gaat toch echt wel de luwte stekken opzoeken. En niet de stroom stekken aan de buitenkant. En het kan niet ondiep genoeg zijn. Dus ja, nu is het nog daglicht. En vaak kan je die stekken al uitkiezen natuurlijk van tevoren. Want nu kan je zien waar je moet zijn. Dus kies je stekken bij daglicht uit. En vis die dan ook zodanig uit. In principe is het zo dat ik denk als de snoepbaar zit op dat moment, dat je eigenlijk heel snel contact krijgt. Want het kan een uiterst succesvolle manier van vissen zijn. En zeker de komende maanden, en dan praten we over de herfst. Dus zeker een aanrader om met ondieplopende pluggen op ondiep water op snoepbaars te gaan vissen. We hebben nog steeds een beetje daglicht, dus dat geeft ons even de gelegenheid om een beetje uit te leggen hoe je zo'n plug ongeveer toch wel binnenvist. Zoals ik al zei, ondieplopende pluggen, echt wel hele ondieplopende pluggen gebruiken, want we concentreren ons echt op de ondiepe delen. En dus niet in het kripvak, maar echt parallel aan de stenen kant. En eigenlijk maak je daarvoor gewoon simpele worpjes naar de kant toe.
En dan ga je gewoon heel rustig draaien. En dus niet zo, een normale spintempo, maar echt rustig. Je kan niet stil genoeg zijn met je plug. Je plug moet eigenlijk maar net naar beneden gaan, zodat je die ondieptes kan bevissen. En eigenlijk vis je hem ook echt door tot onder je voeten. En dan haal je hem eruit. En dan gooi je weer parallel naar de kant. En weer rustig draaien. Echt variëren hoeft niet. Je merkt gewoon in het algemeen wel dat dat ja, gewoon met één tempo binnendraaien voldoende is. Als die snoekbaars onder de kant zit, dat zijn gewoon actieve vissen. Die zijn echt aan het jagen. Die willen gewoon echt prooi. En die kunnen de, ja, je plug heel makkelijk pakken. Maar ze kunnen hem ook echt wel goed spotten. En je ziet hoe rustig ik draai. En hij vindt net, ja, diepte. Maar het is meer dan genoeg. 30, 40, 50 centimeter diepte. En zo vis je eigenlijk de kantjes uit. Als zo'n plek niks is. Nou ja, je ziet, ik sta hier bij een stenen kant. Nou ja, die gaat best ver door. Schuif dan eventueel bijvoorbeeld 10 meter op. En ga dan weer gewoon parallel de kantjes uitvissen. En in het algemeen kom je zo vanzelf wel actieve vis tegen. Dus deze stek nog vrij stroomachtig vind ik. Als je iets verderop kijkt, dan zie je zeg maar een knik lopen in de knikje. Ja, dan zie je al wat meer lurken. Dat zijn toch wel de plekken waar ze eigenlijk vaak liggen. En zeker in het donker. Maar het loont zeker de moeite om zo'n kant uit te vissen. Maar kies zo'n plek wel uit op de dag. Wat ik zeg, ga nou niet 's nachts zoeken naar stekken. Want ja, je ziet het, je staat met stenen en het is glad. En ja, je kan echt uitglijden. Zorg dat je die stek kent. En dat je veilig staat. En ja, doe zo'n stek dan aan. En ja, kies dan 2 of 3 stekken, liefst op de dag al uit. Zodat je weet van daar ga ik vissen. En daar concentreer ik me ook op. En dat doen we in feite ook. We gaan niet de hele kant uitvissen. Tot nou ja, echt een kilometer lang. Maar gewoon een aantal stekken. En als je actief en vloedbaar zit, dan kom je die geheid tegen met plug. In echt nog geen 2 minuten tijd. Deze bleef wel hangen. Maar ja, je ziet het, zo'n plug is echt niet te groot. Dit is dan een 12,5, maar je kan echt wel naar 14, 15 centimeter. Het zijn ook wel vaak mooie vissen meteen. Nou, deze vis die kwam nog geen 10 centimeter echt uit de kant. En echt op 10 centimeter water. Echt, het is echt bizar. Het gebeurt gewoon letterlijk onder je hengel, toch? Dit is de Saika Pro. Dit is een plug van een Duitse variant. Dit is de Night Fight. Het is echt een, ja, helaas alleen in Duitsland te verkrijgen, maar echt een hele goede plug. Hiervoor. Speciaal ontwikkeld hier ook voor. Zo. Flankt heel mooi. Ja, dit is de. Ik zal hem even los. Heeft
ook hele scherpe dreggen zoals je ziet. Maar ja, het is een echt UV-kleurtje. Maar deze gaat weer terug. Volgende snoekbaars. Kijk, Dennis die heeft er een te pakken. Nou, die greep je plug echt voor je voet, hè? Beetje moeilijk te zien nog, maar... Ja, volgende. Hoppa. Even kijken. Nou ja, ik zeg wel kleintje. Oh, dat is wel aardig snoekbaars. Dus deze mag er best wel bij. Die is helemaal niet zo heel klein. Mooi, we gaan hem even onthaken. Ja. Mooi werk, Dennis. Top. Nou, dit is hem. Nou, dat is weer een schitterende vis. Ja, die pakt die plug echt onder je voet, hè? Onder mijn voet, een meter onder de top. Ja. Ja, ze komen... Ik heb er 3 keer op gegooid. Hij is er achteraan gegaan uiteindelijk. En pakt hem onder de top. Ja. En het was echt tegen de stenen aan. Ja, daar zit het voedsel, hè? Ze durven in de nacht echt heel dichtbij te komen. En ze zijn ook echt niet schuw dan. Precies. Dus nou, het is weer een mooie vis. Deze gaat weer de donker tint. Ja, die gaat We gaan hem terugzetten. Plugje was trouwens een... je ziet dat het met heel veel andere soorten aasjes ook kan. Dit is een heel oud type damplugje. Maar loopt heel ondiep. Zit een beetje verwikkeld in het net. Maar ja, dat loopt maar 30 centimeter diep. En dat is wat je nodig hebt. Dus mooi vis. We gaan nog even door. Prima. Ja. Oh. Ook het bewijs dat, ja, dat er dus niet alleen snoekbaarsen in de pikken donker actief zijn. Hier is hij dan. En daarom gebruiken we dus onderlijntjes. Want die snoeken die zijn gewoon actief. Ook die kunnen zo'n plugje niet weerstaan. Nou, een mooie riviersnoek. Dat zetten we weer terug. De kleinste van de avond. Het is er wel weer. Met de mooiste aanbeet. Plug genukt aan de onderkant. Je ziet hè, zo'n plug helemaal niet te groot is. Hè? Nee. Dit is dan nog maar 12,5, maar ik denk dat je echt wel makkelijk naar 14 centimeter, 15 centimeter kan gaan. Goed gehad. Oh. Oh.